Goedemorgen, dit is het nieuws op Lim FM 91.7 en Lim FM 7.com. Vandaag woensdag 16 oktober. Op dinsdag 15 oktober vond er een ondertekening van documenten plaats tussen de regeringen van Suriname en de Verenigde Staten in zaken International Narcotic Control en Law Enforcement. U hoort achterin volgens de Amerikaanse ambassadeur Foucher en minister van Justitie en Politie Kenneth Amoxi. This is really an important day for me and I think for the relationship between the United States and Suriname. We've had a relationship of where we've done this sort of law enforcement cooperation since I believe 2008 or 2011. And every year we see improvements in the cooperation and in the relationship so that in the last few years the assessment has been that the cooperation is really excellent. And this results in greater funding for our relationship, our cooperation relationship. And today is kind of a significant milestone where we are donating another $300,000 towards this sort of cooperation. And we hope to come up with various programs through the year on the use of that $300,000, which goes quite a long way in terms of the work we do together. Now, the United States places a very high importance on Suriname's security and stability, and we are optimistic about Suriname's future as a democratic, prosperous, and stable partner in the Western Hemisphere. And this agreement, this funding that we're pursuing here, is a huge part of our support for Suriname in that context. We believe that building security for the Suriname people means understanding the activities that are taking place in Suriname's borders and in its territorial waters. It means having a well-trained and equipped security service to enforce the law throughout Suriname's territory. It means having an independent judiciary to uphold the rule of law, and it means cooperating with neighbors to share information. All of those are elements of what we're talking about here today. We have supported these activities, especially in terms of anti-money laundering activities, border security, police professionalization, and counter-narcotics since 2011. And we believe those objectives are still the key objectives that we'll pursue under this agreement that we signed today. We have various things, you know, planned that we've been talking to the ministry about, including support for the Financial Intelligence Unit, providing them equipment that they need to basically modernize their activities. We will continue to work on border security, including modernizing the systems when you enter this country so that you don't have to fill out the paper forms anymore. It'll all be done electronically. We're helping Suriname develop that forward. We've also are training various police officers in various ways to improve their services here in the country. And as we speak today, I think we have 11 police officers, including Cook, Chef, and Zayat, in Las Vegas, undergoing a train-the-trainers sort of training so that they can come back and share a lot of our knowledge and experience with the troops here and make them a better, more effective, and more efficient police force. On counter-narcotics, we will talk about it in a little bit, but I think the big news today is that we have concluded the negotiations on an aerial intercept assistance agreement, which we'll talk about in a little bit here. So let me just conclude by saying we believe that organized crime, transnational crime, really knows no borders. And we have to work together. And by working together, we will make it harder for the criminal networks to operate in Suriname, in the region, and in the United States. We also believe by doing that, we will create space for entrepreneurs and free enterprise to prosper here in Suriname and in the region. We will give access to modern banking products, and we'll help support reliable transportation in the area. In short, we'll make Suriname a safe marketplace in which to do business, and this will make Suriname a much more attractive place for foreign direct investment. Now, the cooperation between the United States and Suriname will combat this transnational crime, and we believe will help secure ensuring
security and ensuring prosperity for everyone living and working in Suriname and the region. Een heel lange samenwerking met de Amerikaanse overheid. Specifiek in dit geval noemen we dus dan de ondersteuning voor wat betreft de aanpak van de drugscriminaliteit, de georganiseerde misdaad. De ondersteuning, deze ondersteuning, is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Deze ondersteuning, maar ook de andere vormen van ondersteuning naar de Surinaamse justitie, politieapparaat, veiligheidsdiensten, is cruciaal om datgene te bereiken wat we zo naar streven. Namelijk dat de georganiseerde misdaad met de in haar verschillende verschijningsvormen, mensenhandel, wapensmokkel, documentenfraude, witwassen, dus al deze zaken, de Amerikaanse overheid heeft zeker een hand hierin om ons te ondersteunen. Ik denk aan bijvoorbeeld het ILEA-programma, International Law Enforcement Academy, waar we verschillende functionarissen van veiligheidspersoneel tot justitiepersoneel, rechters, officieren van justitie. En ik ben zelf ook onderdeel van dat programma. Ik heb verschillende ILEA-trainingen gevolgd. En zo ziet u ook van het lever haar vruchten op. En we zijn dankbaar voor deze gesten. Maar ook kijkend naar de verkiezingen die van volgend jaar, moet natuurlijk alle facetten gedekt zijn. Zaken als documenten, fraude, illegale vreemdelingen. Het beleid daarop sowieso is aangescherpt, en, maar ook daar hebben we de hulp nodig. Als we denken aan de verschillende verschijningsvormen, ook in het binnenland, voor wat betreft de berovingen, alle illegale wapens die daar worden ingezet. Recentelijk nog een melding dat 9 zwaar gewapende Brazilianen erop uittrokken om beroevingen te plegen. We hebben natuurlijk de politie en de militairen erop afgestuurd. Het heeft evenwel niet geresulteerd in hun aanhouding. Maar recentelijk zijn er criminelen uitgezet naar Brazilië, die ook het land onveilig maakten. En nog steeds anderen die een gevaar vormen voor de stabiliteit en veiligheid hier in het land. Nogmaals, we zijn dankbaar voor deze gesten. En we zullen natuurlijk zodanig gebruik maken dat volgend jaar er een verhoging erop wordt gezet. Hoorde daarnet ambassadeur van de Verenigde Staten en de minister van Justitie en Politie. U hoort vervolgens in het nieuws NDP-parlementariër Anne Sadi en DA91-voorzitter Angelique Del Castillo. Anne Sadi ging in een interview met Lim FM in op de recente politieke ontwikkelingen. Er ligt nu op wet geldelijke voorziening voor de drie machten. En het is nu al de derde ronde. Het is op de agenda geplaatst voor donderdag aanstaande. Dat houdt in dat de leden geen commentaar meer kunnen geven. Dan vindt de stemming plaats. Maar ik roep via uw medium dat de regering tot inkeer komt om die wet in te trekken. Ik roep de coalitiepartijen die voor die stem, voor die wet gaat, tot één keer te komen om het in te trekken, want dit is onkan. Of het nou 400% of 200%, dit is onkan. Het volk verpaupert. En dan is mijn conclusie, als u mij volgt, mijn betoog ten aanzien van deze wet buiten de commissie: wie het kruis heeft, zegent zichzelf. Het volk gaat letterlijk dood. Noem maar aan al die gevolgen van onderwijs, volksgezondheid, de moneycarta vanuit sociale zaken. Wat voor ellende. Het volk wordt steeds
afgeperst, dan ga jij hier verhogingen aanvechten. Maar mevrouw vindt u niet dat de wet vanuit de oppositie eenzijdig wordt bekeken? Bedoelt u specifiek deze wet? Ja. Ik weet niet of u dat onder eenzijdig moet noemen. Wij bestuderen alle wetten. Als u ons goed volgt, als in het belang is voor Suriname, voor land en volk, verlenen wij ook alle medewerking. Kijk naar die recente wet over die volkstelling, census. Is met de meerderheid. Er zijn ook meerdere wetten waarbij de oppositie in het belang van Suriname met z'n allen ook meestem. Dus de opvatting dat het eenzijdig wordt bekeken, dat begrijp ik niet helemaal. Maar ik begrijp wel waarom, tenminste uit de woorden, waarom stemmen wij tegen. Ja. Wij stemmen tegen omdat duidelijk is dat dit niet in het belang van het volk. De twee machten zijn al eerder. Mijn collega had het zo mooi gewezen, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht liggen daar. Ik geef toe dat de DNA in vergelijking met die twee machten er nog een cap is. Ja. Maar dan nog pleit ik ervoor dat je dat nu niet kan doen. Ja. Wanneer dan? Laten we het zeggen. Een DNA-lid mag goed verdienen. Maar het moet ook waargemaakt worden, het werk door DNA-leden. En dat wordt op dit moment niet gedaan? Bij velen vraag je af, ja, waarvoor zijn ze hier? Ja, u bent medium. U kunt dat ook volgen. En twee, kijken we naar de andere machten, is er een cap. Dat ga ik nu ontkennen. Maar moeten wij dat nu doordrukken waar het land zit te kwakkelen als gevolg van hun beleid? De armen worden armer en daarom zeg ik, heb ik ook via uw medium eerder gezegd, het beleid van deze regering is voor de kapitalisten. En er is genoeg voorbeelden daaraan. Dan misschien kunt u enkele van die voorbeelden aanhalen voor de kijkers. Wanneer ik zeg dat het beleid van deze regering voor de kapitalisten, de rijker worden rijker. Laten we kijken naar die kwestie van OMO. Hoe vaak heb ik het hier niet in DNA aangehaald? Ja. Wat is dan het antwoord van de minister toen hij boos werd? Sadi wordt niet boos. Ik word boos, ja. Want je geeft me geen antwoord over die kwestie van OMO. Het proces van OMO is foutenboel. Het zijn de banken die rijker worden. Ja, het zijn de kapitalisten. En als de vraag stelt, wie betaalt het gelag? Het volk betaalt het gelag. Het zijn woorden van de minister van Financiën. Ja. Wanneer ik de minister van Financiën zeg, u zoekt naar geld. U zegt steeds dat u geen geld hebt. Bent u die 2 miljard gaan halen bij staatsolie, dat te veel is betaald? Daar heeft hij geen antwoord. Wanneer we de minister van Financiën, geef ons concreet transparant, hoeveel is uw inkomen? Daar heeft hij geen antwoord. Wanneer casino's worden gevrijwaard van BTW, overal op de wereld betalen casino's ook BTW. Ja. Alleen bij ons zijn ze gevrijwaard. Zijn dat niet de kapitalisten? Wanneer er verkeerde prioriteiten worden gesteld, een kapitalist die een gigantische hotel heeft voor miljoenen aan dollars, ja, wordt gekocht, is dat geen voorbeeld dat het voor de kapitalisten? Ja. Maar mevrouw Anne, tijdens de vorige regering betaalde de casinohouders geen BTW, of die wet was er nog niet. Hoe zag hun fiscale regeling dan toen eruit? Wat ik van de belastingambtenaren, ik kan geen namen noemen, ja, ik doe ook onderzoek van mijn kant. Er is een scheve verhouding met het betalen van belastingen. En dan kunnen we zeggen, er zijn fouten door de vorige regering, dat kan, misschien niet optimaal, maar wij gaan verder. Ja. Maar wat wij nu zien gebeuren, daar kan men mooie verhalen, ik kijk op feitelijke situatie, mensen lijden honger. Ja. Ik zeg ook, ik krijg ook de klachten wanneer grote boys onderzoekingen worden gedaan, ja, dat ze geen belasting betalen, heb ik ook vaker in DNA gezet, ja, ja, dat ze worden teruggefloten door toppers. Ja. U bent journalist, gaat u uw onderzoek daar doen bij de belastingen. Ja. Wanneer ik aangeef... Over welke grote boys heeft u het? Ik zeg tegen u, wanneer we praten over grote boys hier in het land, ja, het is toch publiek geheim, nee, hoeveel mensen in de goudsector zitten. Ja? U bent bang om namen te noemen? Ik zal geen namen noemen, wij mogen geen namen noemen. We kunnen ook geen namen noemen, maar u bent journalist. Ja. Gaat u op onderzoek. Ja. En ook de belastingambtenaren moet ik beschermen. Ik ga geen namen kunnen noemen. U bent journalist, gaat u op onderzoek. Feit is, ik zeg, hier ons gezegend Suriname kan voor elk een normaal leven
op zijn minst de basisgoederen onderdak naar school kunnen gaan, naar de dokter kunnen gaan. Wanneer ook leiders eerlijk en op het recht met het volk, maar ook het goede voorbeeld geven. Ja? Maar wat zien wij wanneer deze regering aantrad? Wat was mijn standpunt? Geweldig. Ik feliciteer u. U hebt het vertrouwen van het volk gehad. Maak er wat van. Trek lering uit de fouten vanuit het verleden. Maar wat zien wij gebeuren? Is het te vergelijken wat het volk nu ervaart met de minpunten die er waren van de vorige regering? Zijn we eerlijk en oprecht om dat toe te geven? En de verkeerde prioriteiten die steeds worden gesteld, daar heb ik een aantal voorbeelden opgezond voor u. Vindt u niet dat de IMF dit spelletje met de regering meespeelt? Want als de minister van Financiën geen openheid van zaken kan geven aan DNA-leden en als er bijvoorbeeld ook een wet wordt voorgesteld waarbij DNA-leden, regeringsleiders een forse salarisverhoging krijgen, vindt u dan niet dat de IMF dit spelletje gewoon meespeelt? Ik ga niet in detail om antwoord te geven op uw bewering of op uw vraag. Ja. Ik heb het in DNA gezegd. IMF is een money-making business. Ja. Die gaat gelden uitzetten om natuurlijk ook terug te krijgen. Want alleen de zon en de regen krijgen gratis. Wanneer een IMF-deskundige hier komt zeggen, sociaal project, alles is prima, daarom krijgen ze de rating om die 7e trans te krijgen. Dan is mijn vraag, hoe recht of hoe krom is de feitelijke situatie dat wordt aangekaart door een deskundige van IMF? Ja. Maar de feitelijke situatie is daar het volk verpauperd, onderwijs op zijn gat, volksgezondheid op zijn gat. Mensen zitten elke dag te metakken naar DNA, maar in de koefkaf. Is letterlijk. Dus terugkom op uw vraag. Ja. Ach ja, ik heb het gezegd. IMF is ook een money making business. We krijgen het niet gratis. En natuurlijk wil iedereen hier geld uitzetten. Het vooruitzicht van Suriname. Wat gaan we straks overhouden wanneer we ongecontroleerd dezezelfde regering, geen IMF, zijn we vergeten met de borden van mijn collega's? Ik had toch mijn collega Mangere hier gevraagd. Mevrouw Mangere, u praat nu anders over IMF. Weet u wat ze antwoordt? Mevrouw Sadi, het verschil van IMF van toen en nu is anders. Weet u wat ik zeg? IMF is een money making business. Yeah. En met de vooruitzichten hier in het land worden we straks gemangeld met kapitalisten vanuit het buitenland. Het voorbeeld op de wereld is daar. Dat is mijn antwoord. De president geeft in zijn jaarrede aan dat de inflatie is gedaald, behoorlijk is gedaald, en dat er een economische groei van 3% verwacht mag worden. Hoe kijkt u naar deze zaak? We hebben al mooie en wollige verhalen al 4 jaar terug, keer op keer. Van licht in de tunnel, van noemen economie. Weet u, ik ga meten wat ik in de praktijk ervaart. Wanneer ik in DNA zeg, trek deze wet terug, want ik geloof niet, het is niet voor deze DNA-leden, voor de volgende na 2025. Ik geloof er helemaal niet in dat na 2025 we kunnen zeggen de economie is gegroeid, dat men zich kan permitteren met zulke verhogingen die het land moet leiden. Ik geloof er daar niet in. We gaan een zware tijd en een moeilijke tijd tegemoet. Alleen moeten leiders zich beseffen, zich niet rijk gaan wanen. Elke Surinamer moet dat niet, maar ik geloof wel dat wanneer er eerlijke, oprechte leiders komen, lering trekken vanuit de fouten, de juiste prioriteiten kunt stellen, dat we deze situatie wel niet krijgen. Weet u hoe erg het is met onderwijs? Kinderen van groep 9 en 8 kunnen, 9 en 10 kunnen nog niet geplaatst worden, omdat er geen onderwijs. Hele technische school is afgeschaft. Dat systeem van doorstomen. Deze gevolgen. U bent een jonge Surinamer. Gaan we een aantal jaren nog moeten ervaren. En dan wil je nu al, omdat je het kruis heeft gaan zegenen,
voor de volgende periode. Onder het mom dat DNA-leden geen twee salarissen moeten verdienen. Dat DNA-leden pas op hun 60ste hun pensioen of hun voorgoeding kunnen krijgen. Ik ben helemaal voor. Ik zeg zelf, natuurlijk kan een DNA geen twee salarissen ontvangen in DNA. Wanneer je ambtenaar bent, dan stopt die salaris. Wanneer je uit DNA bent en je bent nog geen pensioengerechtig, ga je oude job weer doen. Daar zal ik zeker ondersteunen. Maar niet in die wet erbij zetten, die forse verhogingen voor die drie machten. Ja. Ik ga u zeggen hoor. Wanneer een DNA-lid nu zegt dat hij honger leidt, na fake, aan het troe. Ja. Hoeveel verdient een DNA-lid eigenlijk? Misschien kunt u een inkijkje geven van het salaris van een DNA-lid. Goed is de vergoeding 11.000. Natuurlijk met ondersteuning, hoe noem je dat? Vergoedingen, ja. Mensen die in het district wonen krijgen huishuurvergoeding, krijgen vervoertoelagen. Misschien komt het, I don't know, ik ken het niet uit het hoofd. Het zal misschien iets van 16, 17. Maar vergelijk je dat met die andere machten, ja, is er natuurlijk nog een gap. Maar dan nog zeg ik, de timing is niet goed, niet goed. Aldus NDP-fractielid Ann Sadi. Angelique Del Castillo uit haar bezorgdheid uit met betrekking tot de onduidelijkheden in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Veel mensen zeggen 750.000, maar dat is het niet. Het is 1 miljoen. En meer dan een miljoen zelf. En de DA91 heeft vanaf dat moment gezegd dat een dergelijke verhoging onacceptabel is. Omdat het, kijk, je hebt in een verkiezingssysteem, in een kiesstelsel, heb je misschien wat filters en wat drempels, zodat je ordening erin hebt. Maar het mag nooit ertoe leiden dat het eigenlijk tot doel heeft uitsluiting. Het moet juist mensen motiveren en partijen motiveren om mee te doen en die democratie verdiepen voor ons, die participatie. Dus wij hebben vanaf het begin gezegd dat die verhoging onacceptabel is. We zijn toen ook naar het constitutioneel hof gestapt daarmee voor de toetsing van die wijziging. En het constitutioneel hof heeft uitspraak gedaan, ik dacht op 2 augustus van dit jaar. En bij die uitspraak heeft het constitutioneel hof aangegeven dat het onverbind, dus dat het niet acceptabel is. Het is in strijd met de grondwet, maar ook in strijd met internationale verdragen. En op basis daarvan, vanwege die uitspraak van het hof, is dus dat onderdeel van de wet, van de kiesregeling, onverbindend verklaard. Dus op dit moment is er geen hoogte voor de waarborgsom, omdat die aanpassing van die wetgeving, waar het was, ik dacht in 2019 was het ingesteld voor het eerst, 2018, 2019, toen was het rond de 98.000, iets der 96.000, zoveel. Het is vertienvoudigd, meer dan vertienvoudigd zelf. En dat geldt dus nu niet. En zolang er dus geen, het is dan de opdracht aan de DNA dan, om een wijziging op die wet te brengen of een nieuwe wet. En dat is tot nu toe dus niet gebeurd. Dus tot nu is er niets bekend over hoe hoog een waarborgsom gaat zijn. Maar een van de coalitieleden die geeft aan dat de verhoging eigenlijk bedoeld is om minder serieuze mensen te weerhouden om een politieke partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen. Begrijpt u die achterliggende gedachte wel? Nee, het snijdt geen hout. Het snijdt geen hout. Kijk, ten eerste hebben we al een aantal wetten. Middels welke je al controle, als je ze handhaaft, kan je controle uitoefenen dat grappenmakers hun weg niet vinden naar de stembus. Bovendien zeg ik altijd dat meedoen aan verkiezingen niet in je koude kleren gaat zitten. Het kost heel veel geld, heel veel energie. Dus dan moet je wel een soort aparte grappenmaker zijn dat je dat voor de grap gaat doen. Maar absoluut doe je dat niet voor de grap. Want naar de stembus gaan kost zoveel geld, zoveel energie, zoveel offers. Dus alleen als je serieus bent, doe je dat. Dat is 1. 2. Wanneer dan zou je moeten beginnen waar de partij wordt opgericht. Dan zou je daar een standaard moeten gaan opzetten, waardoor je alvast van tevoren maakt dat mensen die een partij willen oprichten daar heel serieus over na moeten denken. Omdat datgene wat ze moeten inzetten om die partij op te richten, niet iets is wat anybody anytime kan doen. Dat is 1. 2. Dat wil zeggen, we hebben al wetten. We hebben een wet die vereist dat men jaarrekeningen publiceert. Elke politieke organisatie moet elk jaar hun jaarverslag publiceren. 2. Elke politieke organisatie moet elk jaar hun beginselen presenteren aan de samenleving, zodat iedereen weet waarvoor die partij staat en waarvoor die partij gaat. Dat zijn 2 heel belangrijke zaken die gecontroleerd moeten worden in feite als men daaraan voldoet elke jaar. En wanneer je niet voldoet,
dan zou je niet moeten mogen meedoen aan de verkiezingen. Maar wat we zien is dat een heleboel partijen, het grootste van de partijen, publiceert nooit een jaarverslag. Kunt u enkele van die partijen opnoemen? Je wil dat ik ruzie met ze moet gaan zoeken. Maar er zijn een heleboel. Ik kan je zeggen van welke ik wel heb gezien. Laat me zeggen van wie ik wel heb gezien. Dat ga ik alvast zeggen. Want er zijn veel partijen, dus ik denk niet dat ik alle namen kan noemen. Maar van wie ik wel heb gezien, is van wij publiceren elk jaar. Ja. DA 91 publiceert elk jaar. Ja. Ik heb ook gezien van de NDP, heb ik ook gezien. Ik heb, dacht ik, recent ook wel van de VHP gezien. Maar van de andere partijen heb ik niet gezien. Dus ik heb drie partijen voor u genoemd van wie ik jaarverslagen gezien heb in de afgelopen 4 jaren nu in de richting de verkiezingen. Ik heb ook een publicatie gezien van A20, maar dat waren 3 jaren op een rij. En dat is precies wat eigenlijk niet mag. Je moet elk jaar je publicatie doen. Wat je gaat zien in januari, komend januari, februari van 2025, dan ga je plotseling een heleboel partijen 5 jaren achterin zien publiceren. En dan zeggen ze, ja, we hebben nu onze jaarverslagen. Maar dat mag niet. De wet zegt uitdrukkelijk, jaarlijks moet het jaarverslag gepubliceerd worden. En de vereiste zou dus moeten zijn, heb je dat niet gedaan, dan kan je niet meedoen aan die verkiezing. Dus ik zeg, er zijn al simpele dingen op basis waarvan je, want je kan zeggen van politieke organisaties die zichzelf al niet aan de wet houden. Dan hoe gaan willen ze regeerverantwoordelijkheid om een land te gaan leiden? Dus je moet die wet als eerste, moet je de wetten op hun van toepassing doen zijn. Dus om geld te gaan invoeren als drempel is ten eerste een laatste middel zou je moeten doen. En laatst, kijk, het was in 2018, 2019 96.000 zoveel. Het was 1%, 25 SRD was het toen, per 1% van de kiezers. En als je dat betaalde, we hebben toen al geageerd van er zijn andere mogelijkheden. Je weet, daarvoor moest je 1% kiezers geregistreerd hebben en op aangeven. En men gaf aan, ja, men kan dat niet controleren. Maar dat ligt niet aan de persoon die dat moet aangeven. Dat ligt aan de wetgever. Ze hebben de wetten gemaakt. Je kan niet mij de schuld daarvan geven. Dus ze hebben dat vervangen door geld. Maar wanneer je geld invoert, dan moet dat heel systeem van je ook zeg maar gesaneerd zijn. Dat je weet dat het geld dat binnenkomt en dat ook aan jouw centrale bank gaat worden aangeboden, want daar moeten we het betalen, dat het schoon geld is. Maar wat we hebben in ons systeem in Suriname, veel makkelijker gedicht. Ja. Er gaat veel geld gemoeid met het voeren van campagne bij politieke partijen. Hoe kunnen we erop toezien dat het geld wel een, de legitieme weg heeft bewandeld? Dus daarvoor heeft men in grote delen van onze wereld wetten gemaakt. Financieringswetten, dus financiering van politieke organisaties. En Suriname heeft dat niet. En dat is het probleem. De enige wetgeving die we hebben met betrekking tot financiën bij een politieke organisatie is die publicatie van het jaarverslag. Dat is het enige. Maar wat je hoort te hebben is ook, omdat, kijk, men praat vaak over een level playing field. Hè? Democratie moet zijn een level playing field. Dat wil zeggen dat dus daadwerkelijk de kiezer zijn of haar stem die kracht heeft die het hoort te hebben. Wanneer, en daarvoor moet je zorgen. Want politiek zonder geld bestaat niet. Dat kunnen we ook eerlijk zijn. Maar je moet zorgen dat het geld dat komt geen onevenwichtigheden creëert. Eén, dat de ene partij miljoenen heeft en de andere heeft maar 5 SRD. Toch? En aan de andere kant moet je ook zeker zijn dat het geld dat binnenkomt van legale bronnen komt en gecontroleerd kan worden, zodat er geen belangen aan vastzitten die in het nadeel van die samenleving uiteindelijk zullen zijn. Daarom heeft men dan wetten over het maximumbedrag dat je mag geven aan een partij. Was dan ook in Suriname? Nee, dat hebben wij niet. Dus wij hebben dat soort wetten niet. Dus wij vragen dat al een hele tijd aan de assemblee. Jaar in jaar uit sturen we brieven en praten we met assembleeleden en zeggen we ze, jullie moeten die wetten maken. En niet wij alleen, hè. Ja. Ook andere politieke organisaties in ons land, we weten dat DOE ook onder andere daarmee bezig was, A20. Maar ook internationale regionale organisaties. Je weet, er komen vaak waarnemers van de organisatie Amerikaanse Staten, OAS. En de OAS doet aanbevelingen dan naar ons land. En ze doen al jarenlang de aanbeveling dat er wetgeving moet komen op financiering van politieke organisaties. Evenzo ook wetgeving die verbiedt dat staatsmiddelen, je weet, ministeries, hun kopieermachines, hun auto's, hun personeel, worden ingezet tijdens de verkiezingen om partijpolitieke aangelegenheden te organiseren of te ondersteunen.
Ja. Dus dat zijn zaken die, die al een hele tijd worden aanbevolen, maar de regeringen en de DNA-leden die geven daar geen gehoor aan tot nu toe. Kan er gesteld worden dat de huidige politieke partij die zich bevindt in de Nationale Assemblée, die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Assemblée, eigenlijk de weg openlaten voor criminelen en ja, criminelen, corruptelingen, om als het ware hun partij te financieren? Ja, dat is het gevolg ervan. Wanneer er geen controle is op waar het geld vandaan komt, dan is het financieren van een politieke organisatie een van de meest makkelijke activiteiten voor iemand met, zoals we noemen, zwart geld. Ja. Toch? Het kan uit criminele activiteiten voortgekomen zijn. Het kan ook uit belastingontduiking voortgekomen zijn. Kijk, ga maar naar mensen die een heleboel goud winnen en ze betalen geen belasting erover. We hebben gezien bijvoorbeeld de ABOP dat er klompen goud worden gegeven als financiering van de campagne. Dan moet je afvragen, maar is er wel belasting betaald hierover? En dan, als er geen belasting betaald is daarover, dan is dat zwart geld, zoals we dat noemen, belastingontduiking. En dan hoort dat niet in de campagne van een politieke organisatie. Dat zou niet mogen. Dat zou strafbaar gesteld moeten worden. Dus voor zeg maar een cocaïne-dealer die zoveel cashgeld heeft, wat is makkelijker dan dat hij een paar miljoen aan een politieke organisatie geeft, ze financiert en wanneer ze de verkiezing gewonnen hebben of een groot aantal zetels halen daardoor, dan weet hij dat hij in ieder geval niet vervolgd gaat worden, want hij heeft zich ingekocht. Dat is wat gebeurt. Maar ook handelaren die soms miljoenen, 10 miljoen, 15 miljoen aan een partij geven, die geven dat niet omdat ze het uit de grond, uit de liefde van hun hart. Het is een investering om nadien bijvoorbeeld geen competitie te hebben voor de producten die zij invoeren. Dat er geen openbare aanbesteding is, maar het wordt gewoon aan hun gegeven. Of dat ze voorafgaand kennis krijgen van welke voorwaarden zullen zijn, zodat ze precies hun product kunnen aanbieden in binnen dat kader, zodat zij de enige zijn die gunning krijgen. Weet je, al dat soort dingen ten nadele van die samenleving. Want een samenleving heeft behoefte aan competitie en aan de beste prijs voor de beste kwaliteit. Kunt u misschien concrete voorbeelden aanhalen? Nou, we weten dat er bedrijven zijn in ons land, weet je, die hele grote voordelen hebben ten koste van anderen. En dan kan je altijd je wenkbrauw fronsen en vragen van, maar hoe komt dat? Toch wanneer je hoort over grote havenfaciliteiten die plotseling worden opgezet, bijvoorbeeld, en die voorkeur geniet op onze eigen havenfaciliteit. Toch? Ik hoorde verleden iemand praten over onder andere Kuldeep Singh. Ja. Toch? Ten opzichte van onze eigen, dan zeg je, dan moet je gaan afvragen van, maar van waar komt dat? Waarom is dat zo? We zien ook dat er importeurs zijn en bedrijven, kijk bijvoorbeeld bij het bedrijf Kirpelani, die heleboel ontheffingen krijgen bij import omdat ze zogenaamd verkopen aan vreemdelingen die hier komen. En dat, weet je, dus er wordt iets bedacht dat ze in het kader brengt van ontheffing, maar tegelijkertijd is er geen controle meer op als nou alle producten die ontheffing hebben of slechts die producten die voor doorvoer bestemd zijn. Weet je, dus je hebt van die namen die je dan hoort van bedrijven van die heeft een ontheffing en dan moet je je gaan afvragen waarom. Je ziet ook dat soms iemand die nooit een bedrijf had, het moment dat die regering aan de macht is, heeft die persoon plots een heel groot bedrijf. We weten nog dat in het begin bij het aantreden onder van deze regering het vervoer van werknemers, ik dacht van staatsolie, dat in de handen was van een aantal bushouders, plotseling uit handen van die bushouders gehaald is en ging naar, ik dacht meneer Bajalala, toch? Met zijn, en hij heeft plotseling een heel groot bedrijf. Hij heeft volgens mij, ik weet dat hij nu ook nog vliegtuigen heeft. Toch? Dus het is iets dat plots uit de grond gestampt wordt. Het bestond niet. En plotseling zijn ze de toonaangevend bedrijf. En dan moet je je terecht afvragen. En daar zou onderzoek op moeten komen dan. Van hoe komt het dat zij... Want misschien hebben ze zich eerlijk gevestigd. Dat kan best. Ja. Toch? Maar dat moet bewezen worden. Want het is niet normaal. Het is niet regulier. Het gebeurt niet elke dag dat jij ook kan opstaan vandaag. En je schrijft in en plotseling heb je 20 bussen en 2 vliegtuigen. En de grote contracten van de, weet je, belangrijke bedrijven zijn in jouw handen. Het werkt niet zo over het algemeen. Dus dat soort dingen verdienen onderzoek. En om dat onderzoek goed te kunnen doen, moet er wetgeving zijn. Want als er wetgeving is, dan moeten de partijen duidelijk aangeven van wie ze bedragen bijvoorbeeld. Dat is een van de regels. Zeg maar in Suriname zou je zeggen, elk bedrag boven de 30.000 SRD moet je aangeven. Toch? Van wie het komt. Zodat we kunnen controleren dat je die persoon geen voordelen geeft ten koste van die samenleving. En iemand die je
kan je maar twee keer zeg maar, een schenking van 250.000 geven. Nadien mag het niet meer, omdat die persoon, je wil niet dat mensen voor meer dan 500.000 de partij hebben ondersteund. Omdat dat andere negatieve verbanden kan brengen tussen de partij en de persoon. Toch? En de belangen van die samenleving kan schaden. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je wil dat die kiezer die naar de stembus gaat, want al die kiezers gaan vroeg opstaan, zondag 25 meter. En ze gaan naar de stembus gaan met hun trui en hun pet en alles. En ze zeggen, mooi stem je dit, maar ik denk, doe dit, doe dat. Maar dan intussen is die donateur of die sponsor s'avonds gegaan en heeft 5 miljoen op tafel gezet. En dat hele verhaal dat de politicus aan de kiezer heeft voorgehouden, heeft hij opzij geschoven met zijn 5 miljoen. Ja. Toch? En nadat ze zijn aangetreden, we hebben het ook gehoord, ook bij deze regering, ook bij de vorige regering. Ja, maar deze mensen hebben hard bijgedragen aan de verkiezingskas, dus we gaan ze een positie geven. Dat is ons gewoon gezegd. Ja. Toch? En dat zijn dingen die niet mogen. Aldus Castillo, die inging op onder andere de verhoogde waarborgsom en de onduidelijke organisatie van de komende verkiezingen. Tot zover het nieuws. U luisterde naar de Amerikaanse ambassadeur Foucher, minister van Justitie en Politie Kenneth Amuxi, NDP-fractielid Anne Sadi en de voorzitter van DA91 Angelique Del Castillo. Bedankt voor uw aandacht.